Cheers. De vertrekhal van Schiphol kleurt mooi oranje wanneer de eerste sporters van Team NL hun koffers afgeven. En dat zijn er een heleboel. Je gaat naar de Olympische Spelen in Tokio en je neemt mee. En ik neem mee. Nou, vooral veel kleding zit erin en veel goede zin. Goeie vraag. Ik ben daar wel echt een tijdje mee bezig geweest. Dus nou ja, sowieso het belangrijkste ding natuurlijk. Keepers, handschoenen, voetbalschoenen, scheenbeschermers. Nou ja, al deze kleren. Trainingskleren. Bidons. Wie ga je allemaal missen? Ja, iedereen. Mijn vriendin, familie. Dus nou ja, ze weten ook waarom ik wegga. Dus het gaat echt helemaal goed komen. In de selectie zitten 18 speelsters. Met veel bekende topspelers zoals Lieke Martens en Jackie Groene. En met twee nieuwe gezichten. Die van Aniek Nouwe en Lynn Wilms. Maar ze zijn allemaal nieuwelingen op de Olympische Spelen. Het Nederlands vrouwenelftal doet voor het eerst mee. Aan de voorbereiding zal het niet liggen. In de laatste oefenwedstrijd tegen Noorwegen werd het 7-0 voor Nederland. Een heerlijke start in de aanloop naar de Olympische Spelen voor de Oranje Vrouwen. We moeten echt gaan genieten, want zoiets ga je bijna nooit meer meemaken. Maar ja, we hebben al vaker een groot toernooi gespeeld. Dit is natuurlijk wel weer anders, een ander toernooi. We hebben er langer moeten wachten natuurlijk. Dus ja, we hebben nog 2 weken om voor te bereiden en dan moeten we er staan. Iets waar ik altijd van gedroomd heb. En ja, ik hoop gewoon dat we iets heel moois gaan neerzetten deze zomer. Net als op Schiphol, waar iedereen een mondkapje moet dragen, gelden er tijdens de Olympische Spelen coronaregels. Een paar dingen zullen dus anders zijn dan bij de vorige Spelen. Zo zijn buitenlandse toeschouwers niet welkom. En moeten de Olympische sporters in hun eigen deel van het Olympische dorp blijven. De plek waar ze slapen, eten en trainen. Chillen met sporters uit andere landen, ook dat zit er dit keer niet in. Ja, ik had het graag anders gezien. Ik had graag een Olympische Spelen meegemaakt met de verhalen die je hoort van topsporters. Dat het zo geweldig is in het Olympisch dorp. Uiteindelijk zitten we in onze eigen bubbel en moeten we daar gewoon het beste van maken. Over 2 weken beginnen de Spelen pas. Dat de sporters nu al gaan is niet voor niks. Ja. We denken dat het daar heel warm gaat worden met hele hoge luchtvochtigheid. Dus dat het echt wel moeilijk is om te ademen. En ja, daar willen we heel goed aan gewend zijn. Dus daar hebben we 2 weken voor om... om echt helemaal ready te zijn. Als Nederland ver komt, zou het dus zomaar kunnen dat de spelers een maand lang geen contact mogen hebben met de buitenwereld. Gelukkig is ook daar aan gedacht. Ja, ik heb 2 van die tennisracketjes meegenomen. Rummy Cup, Uno, ja, echt van alles. En andere meiden nemen ook weer spullen mee, spelletjes mee. Ja, ik vermaak me zeker wel. Ik heb van veel familie en vrienden heb ik ook wel wat cadeautjes en dingen meegekregen. Ze zijn ingepakt en ze mogen echt pas open op bepaalde dagen. Dus het is spannend, ja. Ja, ik kan niet wachten, echt, serieus. Ik ben er echt klaar voor. Dus laat maar opschieten deze komende 2,5 weken.